is inderdaad is leuk ontstaan. Inderdaad wel vanuit feestartiesten. We hadden zo'n soort single liggen, zeg maar. Hij zegt, en ja, eigenlijk hoorden we al die klanken erbij van, nou, daar moet iets geks mee. Nou, dat is een, was een lot uit de loterij. En ja, hij vond het een goede single. En ja, onderling gaat het ook heel goed. Goed contact en lekker muzikaal bezig. En het resultaat mag er wezen. Nou, we zijn nu nog inderdaad de single met Def, die hebben we lekker doorgetrokken. Hè. Die hebben we eigenlijk in november gereleased. Echt wel met de feestscene. Dat is wel zo. We zijn met een zomerliedje bezig. Ja. Dat gaan we dit jaar nog niet redden. Maar die wordt wel heel erg leuk. Dus die laten we even op de plank. En dan is onze eigenlijk om in het najaar. Nou ja, we willen een apres-ski single daar apart van. He, dus je hebt apres-ski single en een gewone single van Sidekick. Feest, swingen, entertainment, mensen moeten vermaakt worden, staat hoog in het vaandel bij ons. Ja, vermaak. Echt knallen en zweet is helemaal niet erg. Verleden jaar zijn we eigenlijk begonnen. He, toen hadden we eigenlijk snel dat mooie wijfje, onze apres-ski liedje af. Ja. En dat is eigenlijk een beetje doorgerold. En zo zijn we inderdaad bij feestartiesten gekomen. En we hebben hier bij Gerry's in 40 jaar jubileum al een week gestaan. Ja. En aansluitend zeg maar hier weer. Zijn we hier weer, ja. Dus ja. Nou, terug van weg geweest. Zijn jullie dan ook zenuwachtig daarvoor? Gezonde spanning. Ja, ja. Heel klein beetje. We doen het al heel lang hoor. Buiten dat we nu met Sidekick hebben we vroeger al 25 jaar in een redelijk goede coverband gezeten. Dus de ervaring hebben we wel. Ja. Dus, maar gezonde spanning is altijd goed. Je probeert je ook een beetje te onderscheiden met wat anderen doen. Hè? Want er is veel op de markt. Er zijn veel goede collega's die met alles bezig zijn. En ja, je moet een plekje proberen te vinden. En dit ligt ons, dat wat je zegt, hè? Dit feest en Zuid-Amerikaans. De zwoele zomerse ritmes, heerlijk. Ja.